Het is een vrij omslachtig beeld. Nou, zo'n lange man, die rode man, hè, met zo'n trechter. Hoe wordt het genoemd hier? Ja, dronken man. Het breekt een beetje de contouren van de rest. Het zal wel een bepaalde betekenis hebben, maar ik zou niet weten waarom. Tja, nee, geen idee. Deze keer in Kunst om de Hoek zijn we bij de Funnelman, of gewoon op zijn Nederlands de Trechterman. Dit rode poppetje ligt naast de A27 bij Breda en hij is bekend van de trechter in zijn bek. De gemiddelde Brabander denkt dat dit iets met drank te maken heeft. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Joep van Lieshout. Hij heeft een groot atelier in Rotterdam. Nee, het is niet specifiek zeg maar, geïnspireerd op Breda. Het is een werk waar ik mee bezig was, een thema waar ik mee bezig was. Wat ik denk, ja, dat past nou goed op zo'n plek. Hè. Er zijn twee van die taluten, je kan echt nergens heen, alleen maar vooruit. De Trechterman heeft namelijk te maken met dingen moeten. Oftewel met dwang en vastzitten in een systeem. Trechter is natuurlijk waar je iets opvangt en waar het dan geleid wordt in een buis. Maar het heeft natuurlijk ook, zeker de Funnelman in Breda, is natuurlijk ook mensen die dan in een auto zitten, naar hun werk gaan of naar hun schoonmoeder en dan in de file staan en 's avonds weer terug. Hè. Dus het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met je moet dingen. Hè. Dus zeg maar, hè, zo'n funnel in je mond, dwangvoeding, ja, niet zo leuk. Maar niet getreurd, want met uw gedachte over de sloten bier die deze man naar binnen zou werken door de trechter, zat u ook goed. Een andere kant kun je ook voorstellen dat er iets anders in gaat. Hè? Dat je dan dat bier in gaat. Dus het heeft heel veel van mijn werken die hebben laten eigenlijk twee kanten zien. Dus in zekere zin is het een hoorn des overvloeds. Hè? Dus dan, nou, laat maar komen, al het eten, de drank, vrouwen, alles, kom maar. Nou, dus al die dingen. Die zeg maar met zo'n bepaald onderwerp te maken hebben, die komen dan vaak samen. En dan is het aan de mensen zelf om daar een interpretatie aan te maken. Dus als je dan in die auto zit, dan denk je misschien wel, fuck, weet je wel, sta ik hier. Kan ook niet weg. Maar andere mensen die hebben daar helemaal geen idee bij. Die vinden het gewoon een lelijk ding, of die vinden het mooi, of die vragen zich af, wat is dat dan? Ja. Maar dat is kunst, hè. Dus als iedereen kunst zou begrijpen, dan zou kunst overbodig zijn.